Mensen, een hele goede avond. Welkom bij de allereerste keer dat ik begin met het concept Key van Trading Room uh, gaat anders worden dan CryptoCoiners Clubhouse. Laat ik gelijk even met de deur in huis vallen. Wat is dit? Waar kijk jij nu naar? Nou, jullie weten in, in het verleden heb ik best wel wat uh, livestreams gehad met CryptoCoiners Clubhouse. Daarnaast ook nog eens uh, buiten Clubhouse om. Ik ging af en toe ook live uh, onder het kopje CryptoCoins Live. Dat blijf ik trouwens nog steeds doen. Alleen dat reguliere stukje wat ik had, CryptoCoiners Clubhouse, daar ben ik een tijdje geleden mee gestopt. Waarom? Het is niet zo dat ik er geen zin meer Alleen het werd voor mij steeds moeilijker en lastiger om de streams te doen, en, en dat was ook te zien aan, aan de kwaliteit van de streams. Uh, en ja, uiteindelijk doe ik dit voor jullie. Ik doe het niet voor mezelf, ik vind het leuk om het te doen, maar uiteindelijk doe ik het voor jullie. Uh, dus wil ik jullie ook de beste kwaliteit geven, of de, tenminste, de beste stream geven die uh, jullie uh, zouden kunnen krijgen, ook de beste versie van mezelf. En wat het geval met het CryptoCoins Clubhuis was, uh, het concept begon leuk. Begon echt heel goed. Ik hou ervan om de kennis die ik heb, niet dat ik alle kennis in wij of, uh, niet dat ik alle wijsheid in pacht heb, maar de kennis die ik in de loop der uh, tijd heb opgedaan met crypto, met traden, eigenlijk met alles wel. Uh, hou ik ervan om te delen met jullie. Mensen die het leuk vinden om het aan te horen... of er misschien ook nog wat van, van kunnen leren. Dus dat vind ik leuk. En, en uh, dat was ook de reden waarom ik destijds... Crypto-Konings Clubhuis was begonnen. Want het concept was gewoon gezelligheid, informatief... maar het ging meer de kant op van... Informatief en ja, weet je, als ik heel eerlijk moet zijn, mijn kennis is ook beperkt. Niemand heeft oneindig veel kennis in huis, dus op een gegeven moment heb ik gewoon, liep ik gewoon tegen een bepaald muur op, een bepaalde barrière. Van oké, okay, waar ga ik het nu over hebben? Er waren natuurlijk zijn er wel wat onderwerpen die op dat moment ook van toepassing zijn. Denk aan bijvoorbeeld zaken als uh, emoties, als de... Bitcoin in één keer zakte. Weet je, er zijn altijd wel dingen die van toepassing waren op dat moment. Maar op een gegeven moment raakt alle stof die ik heb besproken... raakt in principe wel op. Dat was dus hetgeen waar ik dus destijds tegenaan liep. En ik dacht, dit kan niet zo verder. Dus toen was ik ermee gestopt. Nou, later heb ik erover nagedacht van hoe kan ik ervoor zorgen? Want streamen vind ik gewoon echt heel leuk. Ik vind streamen gewoon hartstikke leuk. Ik vind de interactie leuk met jullie. Ik vind het leuk dat hetgeen wat ik zeg door sommigen opgepikt worden... en het ook daadwerkelijk ook loont voor hun. Dus dat ze daadwerkelijk ook knaken ervoor uh, kunnen, kunnen verdienen. Dat vind ik gewoon leuk om te, te doen. Dus streamen vond ik leuk. Maar ik wou dus niet meer zeg maar, tegen die barrière oplopen. Want des te langer uh, het duurde met CryptoCoiners Clubhouse. Des te meer afleveringen er kwamen. Des te moeilijker het voor mij werd. Ik dacht iedere keer: oké, okay, waar ga ik het nu over hebben? En dan, ja, dan moet je weer heel, heel lang voor gaan bereiden. Omdat uh, je het over bepaalde onderwerpen wil, wil gaan hebben. Dus ik wilde gewoon een bepaald concept hebben. Waarbij ik gewoon zonder al te veel voorbereiding. gewoon kan zitten. Gewoon mezelf kan zijn. Uh, gewoon kan praten over dingen die over crypto gaan. En het gewoon gezellig hebben met jullie. Uh, daarnaast ook nog eens als doel hebben om het informatief en, en leerzaam te hebben. Maar ook op een spontane, gezellige manier. Ik heb een beetje gespart uh, met, uh, met mensen hier en daar. Vooral mensen van het team, team van Cryptocoiners een tijdje geleden. Ik heb ook aangegeven: van, joh, ik mis het om, om live te gaan. Uh, maar dat, die punten waar, punten waar ik het net over had. Er waren dus wel zaken waar ik tegenaan liep. En ze kwamen dus met bepaalde ideeën. En die ideeën, we hebben gekeken uh, wat het beste bij mij zou passen en we dachten, weet je wat, laten we het gewoon proberen. Uh, gewoon een compleet nieuw concept. Het wordt niet. Tuurlijk zijn er wel wat overlappingen met CryptoConus Clubhouse. Want ik bedoel, ik hoste de CryptoConus Clubhouse en dit ga ik nu ook hosten. Dus heel erg veel anders zal het niet zijn, maar tegelijkertijd ook weer wel. Dus wat jullie van mij kunnen verwachten de komende tijd is eigenlijk gewoon iedere dinsdagavond om half acht een livestream. Kevens uh, Training Room. Daarnaast kan ik hier en daar ook nog eens live gaan onder het kopje CryptoConus uh, Crypto Live. Maar wat ik in kevin's Training Room ga behandelen zijn eigenlijk. Best wel wat dingen. Geen enkele. Tenminste, dat is mijn uitgangspunt op dit moment. Ik zeg nooit nooit. Maar ik denk niet dat het de aflevering allemaal hetzelfde zullen zijn. Maar uh, mijn uitgangspunt op dit moment is om af en toe gewoon gasten te interviewen. Ik heb uiteindelijk uh, Coins Clubhuis heb ik gewoon gezien dat de keren dat ik gasten erbij haalde. ik heb bijvoorbeeld Sabrina een keer erbij gehaald. Max heb ik twee of drie keer bijgehaald. Uh, ik heb geen idee. Misschien twee of misschien drie keer. En ik vind het leuk om ook gasten vanuit uh, jullie, vanuit de community af en toe erbij te halen. En uh, jullie te interviewen. Gewoon kijken naar wat jullie bezighoudt. Dus dat zijn ook dingen die, uh, uh, die ik de komende tijd zou kunnen doen binnen k uh, van Trading Room. Dus af en toe gewoon gasten ontvangen. Uh, intern bij binnen CryptoCoiners en ook extern. Dus gewoon de community, dus jullie. Uh, af en toe ook gewoon live charten. Want het, is natuurlijk, het gaat natuurlijk over traden. Dus uh, af en toe ga ik live charten. CryptoCoiners Challenges uh, is weer begonnen later hierover. Maar CryptoCoiners Challenge heb sinds gisteren een doorstart gemaakt. Dus ik ga uh, ook gewoon buiten live charten. Ga ik ook gewoon. Live traden. Af en toe het nieuws bespreken. Er gebeurt er gebeuren veel. Er gebeurt veel binnen het crypto wereldje. En de zaken die ik mee heb gekregen en met jullie wil delen, doe ik ook gewoon tijdens Trading Room. Ook trades review van jullie. Dus ik uh, laat jullie straks uh, zien hoe jullie op Discord jullie trades kunnen. Plaatsen is eigenlijk heel simpel. Zelfs voor mij is het simpel. En geloof me, mensen, uh, jullie weten, velen van jullie weten wel hoe ik denk over Discord. Het is een wereldapplicatie, maar op de een of andere manier trekt het mij niet echt aan. Daar ben ik heel eerlijk in, daar ben ik vaker eerlijk in geweest. Um, het zal wel een leeftijdsdingetje zijn. Jullie kunnen dus vanaf nu op Discord kunnen jullie je eigen trades plaatsen. Uh, heel simpel, die ga ik gewoon live reviewen tijdens uh, dit soort streams. Uh, dus het wordt ook nog eens informatief voor jullie, want jullie kunnen daadwerkelijk ook echt leren uh, van de Reviews die ik geef. Het mooiste zou zijn als het zelfs zou gaan over strategieën waar ik zeg maar clinics of cursussen over geef. Maar ja, weet je, ik heb inmiddels ook wel wat ervaring gekregen met andere strategieën. Dus als, als zou het geen strategie van mij zijn, dan nog zou ik misschien wel het een en ander kunnen doen. Dus uh, ik kan trades van jullie reviewen. Video's die waarvan jullie denken. Oké, okay, okay, van die ben ik tegengekomen op YouTube. Ik zou graag willen dat jij er even een kijkje naar neemt. Het mooiste, het mooiste is wel om video's, wel redelijk korte video's, te plaatsen. Ik laat nogmaals zo zien hoe je dit op Discord kan doen. Maar je kan dus video's die je op de, uh, YouTube bent tegengekomen. Kan je gewoon op Discord plaatsen. En dan ga ik gewoon live tijdens de trading room. Ga ik de, de video's af. En het mooiste is, Daan die begon hierover. In eerste instantie voelde ik er niet veel voor. Om Shorts te gaan bekijken of korte video's te gaan bekijken. Maar ik heb dat idee laten landen. En het lijkt me echt heel leuk. Het zal wel wennen van mijn kant zijn. Maar later toen ik erover na ging denken, toen dacht ik oké, okay, tijdens dat soort video's, tijdens uh, dat soort shorts of korte video's, worden er bepaalde dingen gezegd door andere traders. Misschien is het wel leuk voor jullie om mijn reactie erop te zien. Want soms ben ik het gewoon niet eens met die mensen. En dan kan ik het onderbouwen. Het zal ook vaak voorkomen dat als ik het niet eens ben en ik ben het aan het onderbouwen, dat ik gewoon tradingview erbij pak en ik laat jullie mijn kant zien. Uh, of bijvoorbeeld als we het hebben over beleggen. Iemand heeft een beleggingspraatje. Ik zag toevallig uh, van de week zag ik iets over een memecoin. Uh, 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 lang verhaal, maar uh, diegene die verwachten dus dat een bepaald memecoin naar een bedrag zou gaan. als zoveel geld is er niet in de wereld. Dus uh, door middel van CoinMarketCap kan ik die erbij pakken. Dus die video's, dat is wel een dingetje, denk ik. Dat was een supergoed idee van jou, Daan. Ik denk echt dat als ik bepaalde video's aan het bekijken ben, natuurlijk zal het wennen voor mij zijn. Maar daar kan best wel wat leuks uitkomen. Afhankelijk van de video. En afhankelijk van het feit of ik het er mee eens ben of niet. Want voor de mensen die mij kennen, die weten dat als ik het ergens niet mee eens ben en ik kan het onderbouwen, dan doe ik dat met liefde. En dus daar gaan jullie ook van leren. Dus het is la vrij laagdrempelig, maar het is ook informatief, dat weet ik zeker. Dus die video's en de trades reviewen uh, van jullie, uh, laat ik dus zo zien, hoe je dat op Discord het beste kan uh, uh, insturen. Maar ook verzoeken van jullie hier uh, om hier in de chat, uh, als jullie als er bepaald chart is waarvan jullie willen. Kijken is naar of wat zou dit kunnen doen? Kijk, ik, ik ga niet reageren op berichten als bijvoorbeeld, ja, wat vind je van Solana? Ja, daar, daar heb ik niks aan. Uh, maar als jullie aan mij zouden vragen hier in de chat: gewoon van uh, neem eens een kijkje op Solana, op de 1-u-chart. Ik zie uh, dit en dit patroon ontstaan, of ik zie dit, of wil jij een TA uitvoeren op Solana op de korte termijn? Dat, dan kan ik dat wel doen. Dus het, het, ik ga niet mijn mening geven over bepaalde projecten, maar ik kan best technische analyse doen. Dus dat zijn ook dingen die ik ook voor laat komen in de, in de stream. En ik denk dat jullie nu al een beeld hebben bij het feit dat. Als wij deze dingen zouden doen, als ik deze dingen met jullie zou doen, dat geen enkele stream waarschijnlijk hetzelfde zal zijn als de vorige. Dus dat maakt het veel, veel leuker voor mij om te doen. Waarom? Ik heb weinig uh, voorbereidingstijd nodig. Het is veel spontaner. Het is gezellig. Het is informatief voor jullie. En uh, de streams lijken niet, uh, niet veel op elkaar. En uh, dat geeft mij ook de bewegingsvrijheid om alle kanten op te gaan. Weet je, voor hetzelfde geld uh, zie ik iets kom ik iets tegen bij een video waarvan ik denk, oeh, misschien is dat wel leuk om daar nu verder op in te gaan. Maar dan is dat op een spontane manier. In plaats van dat ik er een paar dagen van tevoren over na moet gaan denken over een bepaald onderwerp. En ja, weet je, dat, dat komt de streams niet, niet, vaak niet te goede. En ik denk dat deze opzet dat wel doet. Maar ook bijvoorbeeld vragen van jullie. Dit is een beetje de opzet waar ik een beetje aan zat te denken. Echt van alles wat. Dus af en toe mensen uitnodigen. Live charter, live traden, trades review voor jullie video's die jullie willen insturen. Uh, checken. En van daaruit voortborduren. Dus afhankelijk van wat er uit de video komt. Ik kan in discussie gaan met jullie. Uh, TA verzoeken van jullie hier in de chat. Dus bl blijf lekker, lekker actief in de chat. Ik zal mijn scherm even delen. Ik heb het Discord erbij. Zelfs voor mij is het makkelijk mensen. Wat ik jullie nu uit ga leggen. Dus dit is de server van cryptocoins. Sinds vandaag heeft Daan een uh, stukje geplaatst, namelijk uh, hier links in het balkje zie je Trading Room. Ik zei net al: je kan je trades uh, insturen. en je kan daarnaast ook video's plaatsen. Waarbij je wil dat ik die uh, check. Dus als je uh, trade wil. Delen met mij, klik hier, klik op deel je trade. Zie je dat al twee mensen een trade hebben geplaatst: allereerst Spooky en Steven, die ga ik zo behandelen. Maar het is eigenlijk: uh, ja, hier kan je trouwens zien hoe je het uh, doet. Als jij je trade wil insturen, maak gewoon een nieuwe post. Plaats een screenshot van je trade die in de post die je deelt. Vermeld ook duidelijk waar je bent ingestapt, waar je TP's liggen en waar je stop los staat. En alle extra informatie die je erover mee kan geven is mooi meegenomen. Dus welke munten, of welke, ja sowieso welke munten dat sowieso, dat moet ik sowieso wel weten. Tijdsinterval. Maar datum van de trade. Dit zijn dingen die het voor mij makkelijk maken om de screenshot die jij geplaatst hebt, om die in TradingView op te gaan zoeken en op zoek te gaan naar extra informatie. Want niet alle screenshots omvatten alles, dat snap ik. Maar het is wel voor mij belangrijk dat ik in jouw screenshot kan zien waar jij bent ingestapt, waar jij je stop los hebt aan een strategie met een stop los. Dus waar jij stop los hebt, waar jij TP hebt of TP's. En dan kan ik van daaruit kan ik zelf als ik extra informatie wil, pak een tradingview erbij. En dan zoek ik het muntpaar op. En dan ga ik gewoon kijken. Maar niet altijd. Ik ga niet altijd tradingview erbij pakken. Soms is alle informatie is eigenlijk al duidelijk. In het berichtje wat je hebt. Dus dit wat betreft een trade die jij wil invoeren. En dat kan je heel simpel doen. Dus door hier te klikken op uh, maak een nieuwe post. Nou, hier kan je uh, even kijken, uh, hier kan je een titel uh, invoeren. Uh, titel uh, plaatsen, een bericht schrijven. Zo kan jij, als het goed is, ja, dus zo kan jij een screenshot uh, toevoegen, een afbeelding toevoegen en vervolgens druk je op post en vervolgens uh, verschijnt die hier. Wat ik doe tijdens de stream is op het moment dat het uh, tijd is om uh, dit stukje uh, te doen, uh, dan pak ik Discord erbij. Dan, dan heb ik hier gewoon als het goed is een lijstje met trades van jullie en ik pak afhankelijk van hoe druk het is, als ik in één keer een stuk of dertig uh, trades heb, uh, ja, dan zal je wel begrijpen dat ik niet alle dertig pak. Maar dan pak ik, uh, willekeurig pak ik gewoon wat trades. In dit geval zijn het er maar twee. Uh, we zijn net gestart. Die trades die pak ik zo erbij. Dus dit wat betreft hoe je een trade kan insturen. Dit wat betreft hoe jij een link kan insturen. En eigenlijk heel simpel. Hier uh, een voorbeeld uh, link van Daan. Oké, van zou je op deze video willen reageren tijdens je livestream? Ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Oké, okay. dit is hoe ik het uh, graag zou willen zien. Dus eigenlijk gewoon... De, deze tekst hoeft er niet eens bij. Alleen het zou wel tof zijn als jullie gewoon in de tekst kunnen aangeven waarom jij uh, benieuwd bent wat ik ervan vind. Uh, want dan weet ik ook in welke hoek ik het uh, kan zoeken. En uh, ja, dan pak ik gewoon die linkjes erbij. Is eigenlijk heel simpel. Koop je, je link. Dan, ik heb geen idee wat voor video dit is. Een goed nummer. Heel goed nummer. Uh, brengt uh, nostalgische gevoelens in mij naar boven. <laughs> Dus. Oké, okay, nou ja. Dus mensen, wees niet zo rebel als Daan. Beperk het wel alleen tot crypto-video's. Oké, okay, dus zo die je het in op, op Discord. Uh, dus tijdens de stream pak ik deze twee stukken erbij. Ga ik trades uh, erbij pakken. Ja, dan ga ik gewoon kijken uh, naar de trades en uh, de video's. En wat betreft video's, ik uh, heb hier. YouTube had ik al klaarstaan. Ik heb een apart account gemaakt. Waarschijnlijk dat ik uh, hier een premium account van maak... als wij tussendoor veel uh, last hebben van reclames. Maar aan de andere kant, de reden dat ik het nog niet gedaan heb... is af en toe heb je van die irritante reclames... Uh, als het gaat om uh, crypto. Uh, en, en, en daar wil ik het eigenlijk ook wel over hebben. Dus bewust nog niet gedaan... Maar als we dezelfde reclames uh, iedere keer voorbij zien komen, dan uh, ga ik wel een premium account nemen. Zodat we in ieder geval niet meer gestoord worden met de reclames. Uh, zoals je kan zien, ik heb zoveel mogelijk trainingvideo's. Uh, heb ik crypt crypto training video's Heb ik geliked. Zodat er bijvoorbeeld in dit soort shorts zoveel mogelijk video's komen. En ik heb nog, geloof het of niet, je zal zien dat als ik straks die shorts erbij pak. Dat er een heleboel video's zijn die ik gewoon geliked heb. Maar ik weet dus niet waar die video's over gaan. Ik heb heel snel tijdens uh, het scrollen gekeken. Gaat het over crypto? Nou, dan duimpje omhoog. Gaat het niet over een crypto? Duimpje omlaag. Waarom? In de hoop dat uh, YouTube... Uh, ...mij alleen crypto-video's in het algoritme doorsturen. En tot nu toe... ...ja, ik heb nu dus wel crypto-training ingevoerd... ...maar tot nu, nu toe lijkt het te werken. Dus wat ik ga doen is... ...nou ja, uiteraard de video's die jullie insturen... ...ga ik even erbij pakken. No, 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 no. Maar ook... <tie> <tie> Oké, okay, nou, ook dit soort video's... ...je ziet ook, <tie> ik heb hier een duimpje geplaatst... FOMC. Uh, of dit. Ik heb een duimpje geplaatst. Dus allemaal van dit soort video's die ik heb. Het kan best zijn dat ik uh, bepaalde video's tegenkom die iets bij me triggeren. Waarvan ik denk: Oké, okay, daar ga ik het over hebben. En anders, uh, ja. Dit, dit zijn gewoon korte stukjes. Ik denk. Als ik per stream misschien 10 uh, minuten besteed, maximaal een kwartier aan video's, dan is dat meer, meer dan genoeg. Het is niet zo dat ik een kwartier aan video's ga kijken, maar van die kwartier ben ik waarschijnlijk 5 minuten aan uh, video's aan het kijken, de overige 10 minuten aan het discussiëren over hetgeen wat ik zojuist gezien heb. Dus dat is wat jullie van mij kunnen wow. verwachten. Maar ik, hoop niet, ik hoop niet dat ik wow. dit soort video's veel zal krijgen. Want er moeten wel dingen zijn waar ik het een beetje over kan hebben. Nou, dit bijvoorbeeld. Nou, ik kan dus met zekerheid zeggen, wat jullie hier zien is een Head Shoulders patroon. Ik, ik, ik ben nog bezig met het uitleggen over wat jullie kunnen verwachten. Maar dit soort dingen ga ik het ook over hebben. He, ik zie hier bijvoorbeeld een Head Shoulders patroon. Persoonlijk ben ik geen voorstander van een Head Shoulders patroon. Ze werken, ik heb daar uh, geen goede ervaring mee. Het gaat va veel vaker fout dan andere chartpatronen. Dus dat zijn dingen die kan ik weer erbij halen. Dus als ik bijvoorbeeld dit zie. Ik heb geen idee hoe die video. Zal aflopen, maar zal waarschijnlijk een hele nou het hebben. Trouwens, geen zuiverheden shoulders patroon. Dat sowieso niet. Ja, nou ja, het is goed met jou. Ja, ja, het is goed. Als het zo simpel was, zou iedereen treden. Dit is dus wat jullie kunnen verwachten. Dus uh, trades van jullie reviewen, uh, video's van jullie reviewen. En, en als er geen video's worden ingestuurd, dan pak ik zelf gewoon YouTube en dan gaan we gewoon zelf een beetje video's kijken. En aan de hand daarvan komt er vanzelf wel wat uit. Dus dat wat betreft hoe jullie de trades kunnen invoeren. Ook ter dus als je bepaalde muntpalen zijn waarvan jullie uh, zeggen van, uh, okay, van uh, wil je er even naar kijken? Typ het uh, gerust in de chat. Daar gaan we er ook even naar kijken. Ik weet niet. Uh, vandaag is een beetje een aparte aflevering, want dit is weliswaar de eerste aflevering. Maar ik wilde deze aflevering penderen om jullie uit te leggen wat er gaat komen. En eigenlijk vanaf volgende week daadwerkelijk ook beginnen met al die dingen. Dus het kan best zijn dat als jullie nu bepaalde verzoeken doen in de chat, dat ik daar gewoon nu niet aan toe komt, waarom we zijn ook wat later begonnen in verband met voetbal en uh, daarnaast uh, valt het hele ver buiten de scope van deze aflevering. Maar vanaf volgende week, iedere aflevering uh, gaat zoals ik uh, zojuist omschreven heb. En nogmaals mensen, blijf gewoon lekker chatten. Blijf gewoon lekker uh, uh, typen in de chat. Ik vind het leuk. Anderen uh, kunnen het ook zien in de chat. En ja, misschien zien wij wel dingen die, uh, waar we de aflevering aan uh, kunnen spenderen. Dus dat wat betreft hetgeen wat jullie kunnen verwachten. Uh, zo spontaan mogelijk een stream. Die hopelijk niet altijd hetzelfde is. En informatief, uh, leerzaam, actueel. Dus uh, als er zaken zijn die ik tegenkom en ik wil het met jullie bespreken, dan gaan we dat doen. Uh, wel even twee uh, interne uh, nieuwspunten uh, van cryptocoins. De Crypto -Coins Challenge die heeft dus een doorstart gemaakt. Uh, ik kan het zo even gaan hebben over de Crypto -Coins Challenge. Uh, nu is er sinds gisteren een doorstart gemaakt uh, met Sabrina. Uh, dus ik doe het niet meer met uh, Roef. Velen van jullie weten, er zijn best wel wat obstakels op ons pad gekomen. Bybit stopte. Uh, echt, nou ja, uh, uh, ik, ik wil ze niet opzommen. Ik wil ook niet in herhaling vallen. Uh, Roof's privéomstandigheden uh, kwamen er op een gegeven moment tussen. Ik had zelf ook het een en ander. En wij merkten dus dat als er iets gebeurde, dat het. Kijk, voorbeeld. Roef heeft daar een uh, aflevering aan gewijd, dus ik wil niet herhalen wat in die aflevering. Uh, kwam. Uh, maar er was een periode waarbij Roef wegens onmacht zijn hoofd er niet uh, naar had om te kunnen treden. En dat is volledig begrijpelijk. Vele van jullie weten waarom. Maar voor mij zou het daar niet goed aanvoelen dat als Roef wegens onmacht niet zijn hoofd erbij heeft om te treden. dat ik dan volgers zou gaan treden. Wij merkten dus dat wij dus uh, steeds vaker tegen dat soort dingen aanliepen. Ook obstakels vanuit de exchanges en, en, en noem maar op. Dus wij hebben daarom besloten om Sabrina te vragen om ons te joinen. Waarom? Als een van ons nu uitvalt. Dan gaat de rest gewoon verder. Kijk, eerst was het een 1 op één challenge, uh, dus één tegen één challenge, en nu is het uh, één tegen twee. Uh, dus dan als eentje wegvalt, ja, dan heb je altijd nog iemand anders om tegen te strijden. Met dat in gedachten is er een, uh, Hebben we gewoon gezegd van, oké, okay, we, we vergeten eigenlijk alles. Van het afgelopen half jaar. We hebben ervan geleerd. We vergeten alles wat betreft de, de challenge. We starten gewoon weer opnieuw met 10.000 dollar. We hebben Sabrina nu erbij gehaald. Uh, check de stream trouwens van gisteren. We hebben gisteren een leuk stream hebben gehad. Dus mocht je het nog niet gezien hebben, check de stream van gisteren. En wij gaan nu dus samen met Sabrina opnieuw de challenge uh, doorstarten. Dat we er weer vanaf 10.000 dollar. We gaan weer optreden tot een miljoen. We hangen geen tijd eraan vast. Want ik, ik hoorde net ook van ja, binnen hoeveel tijd. Met de oorspronkelijke challenge hadden we ook geen tijd uh, vastgehangen. Ja, ja, was gewoon een verwachte iemand vroeg van jou ja, hoe, hoe lang kan het duren nou als wij uh, zouden uitrekenen als we zoveel procent zouden pakken met uh, compounder, dan zou het een jaar duren we hangen er geen tijd aan vast uh, tweede punt uh, tweede interne punt en hier schrok ik eigenlijk best wel van ik had op mijn eigen telegramkanaal had ik aangegeven dat ik eindelijk een mededeling kon doen wat betreft de strategie waar wij maandenlang mee bezig zijn geweest: met testen. We hebben hier en daar het een en ander door laten schemeren over, over de strategie. Het werkt super, super strategie. Ben ik heel eerlijk in, we hebben het getest met een groep van, laten we zeggen, zes man. Uh, er vielen nog één of twee uit. Uh, maar we hebben, met zes maanden hebben we uh, getest. De resultaten liggen er niet om. Het is winstgevend. Zowel voor ons, omdat wij trainen met derivaten. maar ook voor jullie, uh, omdat jullie, velen van jullie zullen trainen met spotparen. Zelfs met de verhoging van de sportprijzen op Bybit, dan nog is het winstgevend. En dat zegt heel wat. Die strategie, daar, daar heb ik dus aangegeven... dat ik de komende tijd meer erover ga, uh, ga hebben. Nou, dat was het enige wat van mijn kant kwam. Gisteren tijdens de Challenge Roundup... dus tijdens de livestream waar, waar ik het net over had... heb ik het vrij kort erover gehad. Roef die had het ook over de strategie, Sabrina ook. Uh, we, we hebben het met z'n drieën hebben, hebben het ook getest, samen met een paar anderen... Maar er werd niet veel over de strategie gesproken. Het enige wat wij dus wel hebben gezegd, van ja, van joh, dus ik persoonlijk, ik ga een webinar hierover geven. Webinar is volledig gratis. Na het gebruik of na het volgen van het webinar, heb je voldoende handvatten om op deze manier te kunnen treden. Natuurlijk volgt de gehele strategie van A tot Z niet in het webinar, later meer daarover. Maar wel genoeg handvatten om zelf, dat jullie zelf op deze manier ...aan de slag kunnen gaan, uh, op deze manier van trainen aan de slag kunnen gaan. En ik heb bewust gezegd dat ik het webinar klein wilde houden. Ik wilde het niet groot, want dit is de eerste keer dat ik het over de strategie kan gaan hebben. Misschien dat vele, ja, vele van jullie zullen het niet weten... ...maar voor mij, en jeroen die het ook dat het voor hem ook zo was... ...en vele anderen waarschijnlijk ook, geen idee. Maar voor mij is het heel moeilijk om zaken die ik, waar ik het nog nooit eerder over heb gehad... Om dat uh, in één keer vlekkeloos uh, goed te kunnen doen. Nou, jullie kennen mij. <laughs> ik ken al veel. En dat doe ik bewust. Tenminste, niet, niet bewust, dat doe ik onbewust. Maar tegelijkertijd ook bewust. Want niks gaat bij mij vlekkeloos. Ik zit hier en ik praat tegen jullie. En, en dit gaat goed, dan is er spontane stream. Maar als, als ik echt iets moet overbrengen. Zoals een, een webinar of een kliniek of een cursus. Dan moet ik vaak over die dingen gesproken hebben. Anders kon, kan ik het niet, niet goed formuleren. Dus ik heb bewust aangegeven dat ik het gewoon klein wil houden, het webinar. Ik zat met 200 aanmeldingen in mijn hoofd. Ik dacht, nou, 200 is echt de max. Dus ik heb bewust ook niet veel reclame... eigenlijk geen reclame gemaakt, behalve in de stream gisteren. En gisteravond kreeg je ineens een berichtje van Vivi... waarop ze zegt van, ja, er zijn al 250 aanmeldingen. En het is meer dan ik dacht. Überhaupt zonder reclame ervoor te hebben gemaakt... zijn er al 250 aanmeldingen voor het webinar op Zoom... die ik dus volgende week donderdagavond geef... Uh, om die reden heb ik uh, besloten om daar een slotje op te, te plaatsen. Uh, want ik, ik wilde dus uh, het webinar bewust klein houden. Maar ja, jullie kennen mij. Ik, heb, ik, heb, ik zie al, er is, er is zoveel vraag naar. En er is al vraag, dat is het mooie. En dat is ook hetgeen waar ik van schrok. Er is vraag zonder dat wij dat actief naar buiten hebben gebracht. We hebben het gewoon even één keer tijdens een stream uh, besproken. Een challenge round-up stream. Niet eens een eigen stream of wat dan ook. En uh, gelijk al helemaal vol. Dus dat wou ik even zeggen, want ik kreeg best wel wat berichten van jullie. Van joh, kan, uh, komt er nog een webinar? Tuurlijk, komt er een webinar. Uh, tuurlijk. Uh, ik weet nog niet wanneer. Uh, Ayasta, ik hoop dat je de Bitcoin-chart wekelijks bespreekt. Ik hoop het ook. M maar dat is geen onderdeel ervan. Uh, tenzij mensen vragen in de chat: Van Wil je de Bitcoin-chart erbij pakken? Weet je, dat is het mooie hiervan. Ik ga niks toezeggen, maar alles is uh, mogelijk. Alles is mogelijk. En. Het, het is de bedoeling om, de, om iedere stream zo uniek mogelijk te houden. Dus als ik iedere week de Bitcoin-chart erbij pak, ja. Weet je, er zijn een heel, heleboel andere YouTubers voor. Daar ben ik heel eerlijk in. Kijk, het mooie van technische analyse is. Tuurlijk heb ik mijn eigen kijk op technische analyse, en een ander kan er anders naar kijken. Maar in het algemeen komt alles wel redelijk overeen met elkaar. Heel veel komt er redelijk overeen als het gaat om de vraag van wat gaat Bitcoin doen? Gaat hij stijgen of zakken de komende tijd? En dat is waar het uiteindelijk om draait als mensen vragen van, van joh, wil je de Bitcoin chart erbij pakken? Dus ik kan mijn visie erop geven, kan, dat kan ik nu ook doen, maar de visies van andere YouTubers, die zijn net zo goed. Weet je, ik, ik ben maar één van de YouTubers. Het is me opgevallen, ik ben een tijd geleden, ben ik bij een dingens geweest, bij een evenement geweest van, van, uh, uh, over crypto. En het is me eigenlijk opgevallen dat andere crypto YouTubers, niet om mezelf een veer in, in ergens in te steken, totaal niet absoluut niet, maar heel veel zijn geen prettige mensen. Als ik heel, heel eerlijk moet zijn, ik heb ze in het echt gezien, best wel wat in het echt gezien. Iedere ding, weet je, iedere ding. Alleen, ik ben niet zo van kijk mij eens, kijk mij eens. Dus vandaar dat ik ook met volledige zekerheid kan zeggen, hun mening over de chart, tuurlijk is het hun mening, maar het is net zo goed als de mijne. Dus uh, of, of misschien wel beter dan de mijne. Ik weet niet of ik iedere keer de Bitcoin-chart erbij ga pakken. Oh trouwens, een goeie van Crypto Chris. De screenshots die jullie insturen op Discord voor de trades, graag zonder bedragen. Ja, dus denk erom, alsjeblieft, want dit soort dingen die gaan live. Dus ik ga live erbij pakken. Dus alsjeblieft, voor je eigen veiligheid, plaats de screenshots die je deelt van jouw trades, alsjeblieft. Zonder bedragen erop. Ik moet niet kunnen zien hoeveel munten jij gekocht hebt of wat jouw portfolio groot is. Dat soort dingen altijd afschermen. Hele goede Chris. Dankjewel. Joep F. Uh, ik vond chartpatroontreden heel leuk. Maar heb het instappen nooit goed onder de knie gekregen, is die instap misschien te combineren met horizontale levels op de één dag. Of misschien, of misschien vier. Jazeker, tuurlijk. Als jij kijk ook op de, in de clinic die ik gegeven heb, heb ik ook aangegeven Joep, dat chartpatronen, dus de instap die jij hebt op een chartpatroon signaal, veel sterker is als je het combineert met horizontale support en resistance. Dus ja zeker, ja zeker. De, en des te hoger horizontale level, dus je, zet, je hebt het over dag op 4 uur, des te hoger de timeframe, des te significanter het is, dat sowieso. Daddy Shark, oké, okay, nog een vraag aan. Ik kan me voorstellen dat Binance werkt aan een goedkeuring in Europa. Zit BNB in de startblokken voor de grote prijsstijging ten gevolge van de terugkeer? Dat zou heel goed kunnen, uh, Daddy Shark. Ik heb, ik heb werkelijk waar, geen idee. Daar ben ik echt heel eerlijk in. Uh, het zou heel goed kunnen, want als ik de BNB-chart erbij pak, en ik, hoef ik niet eens technische analyse te doen, maar gewoon kijken naar hoe die staat ten opzichte van de all-time high. Ja, hij is, de all-time high was dus. Dat is een weekchart. Uh, de altaarmaai was zelfs drie. Uh, uh, pas geleden, joh. 1, 2, 3, 4. Vorige maand was de altaarmaai van BNB. En daarvan moet hij nog 25% stijgen. Het zou goed kunnen, want weet je, er is een rappe uh, stijging geweest. En hij is nu bezig in een, een soort consolidatiefase. Hij heeft wel één uitschieter gehad, maar buiten de uitschieter zit hij nog steeds op een bepaald, uh, bepaald niveau. Als ik hier een lijn plaatst... dan zie je dat hij hier. Uh, resistance ondervindt. Hier heb je de body. Hij komt heel moeilijk, eigenlijk, eigenlijk hier al, hij komt heel moeilijk voorbij dit punt. En je ziet ook, hij, de all-time high was geweest en daarna is hij afge afgewezen. Dus het zou heel goed kunnen dat hij nu aan het consolideren is voor een nieuwe doorstart naar boven toe. En daar zouden dit soort uh, nieuws dingen wel een, een, een boost op kunnen geven. Dus het zou goed kunnen. Het zou heel goed kunnen. Uh, Dr. Haap, psychotherapeut. <laughs> Geweldige naam. Nou. Uh, die andere YouTubers hebben denk ik een andere intentie om het te doen. Jij doet het echt je, uh, voor jezelf en niet voor het geld. Je zegt dat je mensen liet kennen als ze geld hebben. Ze zeggen, ze zeggen dat je mensen het kennen als ze geld hebben. Weet je, als ik heel eerlijk moet zijn. Nogmaals, niet om een veer ergens in te steken. En, maar ik heb het geld niet nodig. Alleen, weet je, daar ben ik ook heel eerlijk, eerlijk in. Iemand vroeg, uh, ik heb een tijdje geleden heb ik een livestream gehad vanuit Cryptocoiners. Er werd toen gevraagd van wat is jouw doel? Nou, mijn doel... Die is onveranderd. is nog steeds Sorry Mijn doel is nog steeds hetzelfde. En dat mijn doel, daar ben ik heel eerlijk in geweest, is om jullie, eigenlijk iedereen, zoveel mogelijk waarde te geven, maar er ook voor betaald krijgen. Alleen, dit zeg ik er ook bij, dat geld, daar ben ik ook heel eerlijk in. Een groot deel van het geld, dat weten jullie, velen van jullie weten dat niet, maar die sta ik af. Dus. Ik doe het niet eens voor mezelf. Ik wil jullie gewoon zoveel mogelijk waarde geven. Maar laten we eerlijk wezen. ik leer jullie om geld te maken. Daar dan staat vaak ook wat geld tegenover. Sorry, uh, <laughs> Vivi, maar ik, ik moet het wel zeggen. Vivi is uh, het management. Die zal zeggen: ja, dat ga je toch niet zeggen. Haar maar ja, ik ben heel eerlijk. Ik, uh, ik, ik, heb, ik heb het vaker gezegd. Maar ik doe dat niet omdat ik. Ben op geld, want ik neem het geld weliswaar in ontvangst. Ik heb het niet nodig, maar ik neem het in ontvangst en ik geef het daar, 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 daarna nog eens weg aan mensen die het nodig hebben. Ik ga niet zeggen dat dat mij zou onderscheiden van anderen, want anderen kunnen prima hetzelfde doen. Velen vele zullen het ook doen. Maar het klopt eigenlijk wel wat jij zegt, dat ik het niet nodig heb. Daar ben, ik, daar ben ik heel eerlijk in. Kijk, sowieso voor de streams levert me niks op. Het enige waar, waar ik uh, inkomsten uit uh, krijg, dat zijn dus ja, natuurlijk de, de clinics en dat soort, dat soort dingen. Maar het is, mijn doel, uh, het is niet mijn doel om middels die klinics geld te verdienen. Het is mijn doel om middels, middels die klinics en cursussen mijn kennis over te brengen aan de mensen die het nodig hebben. Om daarmee ook geld te kunnen verdienen. En in ruil daarvoor ja, tuurlijk betaald krijgen. Alleen ja, het, ik doe dat niet voor het geld. Daar ben ik heel eerlijk in, heb ik al vaker gezegd. Ik, de mensen die mij persoonlijk kennen, die weten dat ik. Nou, die, die, Velen verklaren me voor gek. Die zeggen dat ja, ik vind mezelf gul, zij vinden mij gewoon gek. Uh, ...want ik geef het net zo, net zo makkelijk weer weg. Dus ja, dat, uh, dat wat betreft mijn motivatie. Stefan Visser, wanneer verwachten we dat Bybit... Uh, ...dat USDT, vaste tradingsmunt, wordt vervangen door bijvoorbeeld USDC? Bybit heb ik geen idee. Ik heb alleen begrepen dat Binance dat doet. Ik weet het niet zeker... Misschien dat er een moderator is die hierop kan reageren. Maar ik heb niks van ByBit vernomen. Dat zij USDT willen gaan vervangen door USDC. Het zal waarschijnlijk wel gebeuren. Want hoe gaat er gezegd ook weer? Waar één schaap over de dam is, volgt volg de rest of volgen velen. Ik verwacht niet dat het uh, uh, nu uh, zal zijn. Misschien binnenkort. De, de shark, ik had wel een vraag. Wat is een te verwachten inflow in een lijvige boelmarkt? De, de vorige boelmarkt was 1 biljoen. Maar dat hebben we al gehad op weg naar 69K. En Hoe zie je dat de markt over dit. Hele goede vraag, Daddy Shark. Ik heb geen idee. Daar ben, ik, daar ben ik eerlijk in. Kijk, we zitten nu in een hele andere situatie. We hebben nu de ETF's, waardoor de grote institutionals nu makkelijker kunnen doorvloeien in de cryptomarkt. En daar gaat ook veel geld in gepaard. Dat is nu nog niet het geval geweest. Tuurlijk is er wel veel gekocht. De echte inflow, die moet nog komen, als je het mij vraagt. Als je het mij, laat, weet je, als je het mij vraagt, Daddy Shark, staan we nu echt op de vooravond van een zware. Zware, zware bullish beweging. Ik ga niet zeggen een boelmarkt. We zitten officieel gezien al een tijdje in een boelmarkt. De, de afgelopen weken is gewoon niks anders dan een soort... Ja, ik pak even bitcoin bitcontract erbij. Het is meer een consolidatie, maar we zitten nog steeds in een boelmarkt. Moet je kijken waar we begonnen zijn, joh. In een half jaar tijd, vanaf de 16.000 dollar tot een all-time high. Dus we zitten nog steeds in een boelmarkt. Alleen, er is nu sprake van een consolidatie. Sommige mensen zouden zeggen trouwens dat de top bereikt is, want die zien hier dan een dubbeltop. Maar ja, zolang deze neckline niet gebroken is, uh, is er nog steeds niks aan de hand. Ongeacht het feit dat volume wel niet veel minder, maar de toppen, de volumespikes, die worden wel minder. Maar ik ben niet van mening, van mening dat, uh, dat we de toppen hebben gezien. Ik ben van mening dat wij nu op de vooravond staan van een. Oh, dankjewel, Bart. Excuseer me, mensen, ik moet weer even mijn scherm erbij pakken. Ik moet jullie mijn scherm laten zien. Oké, okay. nou, jullie zagen dus niks. Oké, okay. <laughs> jullie zien niks. Nou, nu wel. Het is weer even wennen. Ik ben een tijdje niet live geweest. Vele mensen die zien dus dat dit gebied vanaf de 16.000 is er een flinke impuls naar boven geweest. We zitten nog steeds in de boommarkt. Dat was wat ik zei. Sommige mensen zien hier een dubbeltop in. Alleen dat betekent wel dat de neckline gebroken moet worden. Wil dit een, een, een feit zijn? Dat is niet het geval geweest. Er is nog steeds sprake van afwijzingen aan de onderkant. Al die wix hier die je ziet, zijn afwijzingen. En er is nog steeds sprake van een consolidatie. Uh, dus uh, tuurlijk zijn het wel vrij heftige prijsbewegingen. Want als je kijkt vanaf uh, de top, vanaf de all-time high tot aan deze low. De, de low na de all-time high is toch 23% gezakt. Maar ja, het, het is maar 23%. De Mensen die lang meelopen bij crypto, die, die, weet, die weten dat 23% uh, komt voor. Dus we zitten nog steeds uh, in, in, in een, een boelmarkt met een consolidatie. De reden dat ik dit laat zien, trouwens, dat die Shark is. Ik ben dus van mening dat wij nu, nu dus nog steeds staan aan de, aan de vooravond van een flinke impuls omhoog. Waarom? Er is gewoon gigantisch veel vraag. Trouwens, dit liet ik net ook zien. De toppen van volume wordt minder. Dat is ook hetgeen wat die, wat die uh, uh, mensen zeggen. Van, ja, er, is, er is sprake van een dubbel top. Maar ja, er is nog geen. Uh, de neckline die gebroken is. Dus uh, dit is ook niet echt significant. Tuurlijk is er wel minder volume, maar volume is nog steeds vrij constant. De pieken zijn alleen iets minder. Dat, wou, dat zei ik net, net ook even erbij. Maar ja, we staan dus op de vooravond van een flinke impuls omhoog. Alleen, ja, er is nu gewoon veel vraag. En we zitten nu dus in een hele andere periode dan normaal gesproken in verband met die ETF's. Dus als jij mij dus zou vragen wat de inflow is. Of het inflow zal zijn, ik heb werkelijk waar geen idee. Want wij hebben nooit in zo'n situatie gezeten waarbij er zo makkelijk uh, institutioneel geld in crypto kan vloeien. Ik heb ook een tijd geleden een, een livestream gemaakt waarbij ik heb aangegeven dat deze boelmarkt, waar wij nu dus onderdeel van uitmaken, waarschijnlijk ook de laatste significant grote boelmarkt zal zijn voor bitcoin en crypto. Uh, waarom? Omdat dit de weg openmaakt voor het grote geld. En ik zou niet weten waar vanaf het moment dat we hierna weer in de Bermang zitten, waar het grote geld weer vandaan zou komen. Dus dit is het moment waarbij grote geld moet invloeien En dat gaat ook gebeuren. Uh, maar ik kan, ik kan jouw vraag niet beantwoorden. Niemand weet het. Uh, ja, de mensen die het grote geld hebben, die weten dat. Maar ik, uh, ik weet het niet. Nee. Ik ben wel van mening dat we de top nog lang niet bereikt hebben trouwens. Ik had dus aangegeven dat ik de charts erbij zou pakken. Uh, deze is van Poekie. Uh, op de 1U-chart van Doge USCT heb ik een trendlijn ge, uh, getekend vanaf 24 juni. Oké. Okay. Ik zie een liquiditeitsbox. Uh, Waarom? Entry. Oké, okay, één dag, 15 minuten, heel goed. Wat vinden jullie van deze setup? Setup is. Kijk, ik moet even kijken hoe ik kan tekenen. Ik kan dus niet tekenen. Hier, daar moet ik even iets op verzinnen. Maar jullie moeten dan eventjes mijn muis volgen. Uh, en dan doen alsof ik aan het tekenen ben. Uh, je ziet hier een low. Deze is. Uh, nou ja. Ja, ik keur deze goed. Deze is aangetikt. Ik zou persoonlijk de lijn wel iets omhoog trekken. Want als je de lijn iets omhoog trekt ik weet niet of je het kunt zien hier moet ik echt wat op verzinnen maar dat komt wel goed. Dan, als je de lijn hier zou verbinden en je zou hem iets omhoog trekken dan zou je dit punt. Samen met dit punt en dit punt verbinden. Dan zou je alleen een klein wikje hebben die de lijn, door de lijn heen gaat. Maar dan heb je meer aanrakingen. Dus de lijn die zou ik iets, aan deze kant iets omhoog halen. Alleen je liquiditeitsbox die klopt niet. Tenminste, niet conform de strategie. Allereerst, maar deze liquiditeitsbox die je hier ziet, die je hier hebt getekend. Dit is geen dominante high. Want uh, er is, dit is niet de meest recente high voordat een low-low wordt gemaakt. Uh, dus, dit is uh, geen dominante high. Dus dat betekent ook dat deze liquiditeitsbox. Tuurlijk zit die liquiditeit. Als je die box doortrekt, dan uh, zie je dat deze Wixie ten einde komen. Dus er zit sowieso liquiditeit. En dus, je kan twee, Er zijn twee smaken: je hebt een liquiditeitsbox conform mijn strategie, dus de swing trading strategie. En je hebt de liquiditeitsbox aan de hand van afwijzingen die je ziet, en dus ook liquiditeit die je kan verwachten. Als het gaat om het tweede, dan heb, is die box goed ingetekend. Als het gaat om mijn box, um, dus de box volgens mijn strategie, is deze niet goed ingetekend om meerdere redenen. Uh, want deze is dus geen, uh, dit is dus geen dominante high. En daarnaast, hier is de box al uitgenomen. En daarnaast ook nog eens hier bijna. Dus maar de box is al hier uitgenomen. Dus uh, deze box zou ik dus niet intekenen. En nog iets erbij in de tussentijd kan er, nog, kan er van alles gebeuren. Dus je hebt nu al heb je een setup gemaakt waarbij je een tijdsvenster hebt ingesteld en een liquiditeitsbox. Maar dan zou je dus ervan uit moeten gaan dat hij nu al bearish uitbreekt en vervolgens hier een bounce kan krijgen. Dat kan wel, maar moet je, dit, is, dit is de urenchart. Moet je kijken hoeveel dagen je verder bent voordat je überhaupt hier komt. Binnen die paar dagen kan er van alles gebeuren. De koers kan niet dwars doorheen breken. En hij kan hier een, een nieuwe low maken en hij kan verder, verder, verder gaan omhoog. Dus de setup is goed, tenminste de trendlijn iets omhoog schuiven. Liquiditeitsbox, um, die zou ik hier niet intekenen, nog niet. Maar je weet nooit wat de koers kan gaan doen in de tussentijd. Dus daar zal ongetwijfeld nieuwe liquiditeitsbox... Komen. Dus ja, dat, dat wat betreft uh, deze chart. Ik hoop dat je er wat aan hebt, uh, Spooky. Steven, oh, die heeft dus hierop gereageerd volgens mij. Even kijken, maar die heeft hierop... Oké, uh, oké okay. uh, yeah, okay. nou ja, dit is dus zijn reactie. Tof van je. Uh, de echte feedback komt van Kevin, misschien interessant. Oké, okay. uh, dankjewel uh, Steven. Dit vind ik trouwens tof om te zien, joh, dat jullie vragen stellen. En dat jullie onderling ook reageren op elkaar. Echt top, echt super. Maar ik zag van dezelfde Steven, zag ik ook een... Ander berichtje. Dus die zou ik hier ook. Hier moet je kijken. Koppen die ook nog eens op reageert. Jullie zijn geweldig. Ik vind het zo vet om te zien dat uh, jullie je vragen stellen. En vervolgens ook nog eens op elkaar reageren. Steven, hij hier hi, in een trade die ik gisteravond heb, heb ingetekend. Swing trade, FOMO variant. Oké, okay, niet de mooiste liquiditeitsbox. Jullie zien maar trouwens een beetje naar beneden kijken. want het komt van de camera hier net voor het scherm. Niet de mooiste liquiditeitsbox. Maar op de daily wel heel veel support. Zoals ik het zie. Ben benieuwd hoe jij naar kijkt. Uh, Trading View. Oh. Ik kan in principe wel gelijk de dingen erbij pakken. Momentje. Steven is slim geweest. Die heeft gelijk een training wheel linkje geplaatst. Oké, okay, dus uh, de trend. Eerst even de trendlijn. Uh, trendlijn is prima. Uh, vervolgens, ja, hier ook weer een liquiditeits. Mm, kijk, dit is. Je, uh, ja, je zegt ook niet de mooiste liquiditeitsbox. Klopt. Beetje voordat ik hier Komt moet al opgeven, even kijken. Uh, exact wat. Wat die getiept heeft niet de mooiste liquiditeit, op de delen wel heel veel support zoals ik het zie. Het gaat om de FUD FOMO variant. Uh, zo, even kijken. We hebben hier een 1 uur chart. Eerste aanraking, tweede aanraking. Dit is de derde aanraking. Kijk, als ik heel eerlijk moet zijn, je hebt het, je hebt het al gemist, Steven. Uh, want de FUD FOMO is op zijn sterkst bij de derde aanraking en, en die is hier al geweest. En in dit geval. Natuurlijk ligt hier een liquiditeitsbox. Je ziet hier ook iedere keer afwijzing. Maar dit is geen dominante low. Dus de liquiditeit die je hier op dit punt hebt, je ziet ook, er is wel het een en ander opgehaald. Maar de liquiditeit die je hier hebt is niet heel sterk. Dus de kans bestaat dat de koers bearish uitbreekt. Want eigenlijk alle aanrakingen na de derde aanraking, die maken de lijn zwakker. Kijk, dit viel me ook op. Uh, je ziet ook de derde. Dus dit is de eerste aanraking. Dit is de tweede. De derde aanraking, dat is deze candle. Moet je kijken wat de volumestaaf erbij hoort. Dus dat betekent dat uh, de orders die hier klaar stonden, daadwerkelijk zijn geabsorbeerd. Uh, dus de trendlijn, uh, die heeft zijn werk wel gedaan. En de kans bestaat dat hij alsnog bearish uit zou kunnen breken. Waarom? Omdat dit de derde aanraking is geweest. En alles daarna slokt gewoon de orders op. Dus als je, mij vraagt, als je mij zou vragen wat ik hiervan vind, ja, je bent al te laat. Ja, ik weet dus niet of dit jouw entry is. Als dit jouw entry is, dan is het een goede trade geweest. Want dan ben je dus daadwerkelijk ingestapt voor de derde aanraking. Maar als dit, ik zie, ja, als jij nu nog... Ah, Steven, ah, die reageert in de chat. Ja, dat was de entry. Oké, okay, Steven, in dat geval heb je het goed gedaan. In dat geval heb jij gewoon gezien dat er horizontaal support ligt. Je hebt de trendline heb je gehad. Je bent hierin gestapt. Dus uh, nee, in dat, dat geval heb je prima gedaan. Ik dacht dat, dat dit het geval was en dat je daarna nog zou moeten, in, moeten zijn in, in, uh, ingestapt. Dus nee, dan, dan niet. Dus nee, in dit geval is het uh, prima. Uh, heb je goed gedaan. Uh, goede trade. Ik had hem waarschijnlijk ook gepakt als ik op de daily zou zien dat hier in dit gebied veel uh, support zou liggen. Uh, en uh, de trendline heeft nog geen derde aanraking gehad, dan zou ik hier inderdaad ook... Uh op zijn uh, ingestapt. Heb je een goede, uh, go ja, goede trait? Niks mis mee. Oké, okay, mensen, ik laat het nu even hierbij. Ik zou het tof vinden als jullie op de duimpje konden klikken. Ik heb jullie alvast een voorproefje gegeven over wat jullie kunnen verwachten de komende tijd van, van mij. Ja, nogmaals bedankt dat jullie aanwezig waren. Ik ben er volgende week dinsdag ben ik er weer. Nu gewoon om half acht. Vandaag begon ik iets later in verband met de wedstrijd. Maar vanaf volgende week dinsdag gewoon om half acht. Misschien besluit ik daarvoor ook even live te gaan. Ik heb geen idee. Met mij weet je door. Geniet van jullie avond en uh, tot, uh, tot snel. Doei.